Welkom. In deze video zie je hoe de BlackBerry Q10 smartphones precies werken. Het nieuwe besturingssysteem, toetsenbord en de online extra's, wij nemen het onder de loep. De Q10 ontgrendelen doe je door van onder naar boven te vegen over het touchscreen. Op het beginscherm zie je vervolgens je actieve kaders, ook wel je belangrijkste apps. De BlackBerry Hub zit één veeg naar rechts en andere appschermen tref je door naar links te vegen. Open apps door erop te klikken, terwijl je ze met de X-knop rechts onderaan weer afsluit. Nieuwe meldingen worden weergegeven door de knipperende LED-indicator aan de bovenkant van de telefoon. Voordat je de BlackBerry Q10 echt gaat gebruiken, is het belangrijk om een paar zaken goed in te stellen. Zoals bijvoorbeeld de invoertaal. Ga naar instellingen, kies vervolgens taal en invoer en kies Nederlands. Een andere taal kan natuurlijk ook. Nu kun je aan de slag met de BlackBerry Hub. Hierin zie je in één oogopslag al je berichten, mails en andere correspondentie. Bij instellingen kun je accounts toevoegen. Nu staat alles overzichtelijk op een rijtje. Open een bericht en met de drie bolletjes kun je de gewenste actie kiezen. Veeg omlaag in de hub en je agendapunten komen tevoorschijn. Snel iets terugvinden? Zoeken doe je met het vergrootglas-icoontje. Je kunt de Q10 eenvoudig aanpassen naar je eigen wensen. Zo versleep je apps en pictogrammen door ze enkele seconden vast te houden. In het menu instellingen zijn nog veel meer opties beschikbaar. Denk aan een nieuwe achtergrond, intervaltijd voor de schermvergrendeling of de lettergrootte. Internetten? Kies het BlackBerry Browser pictogram uit de appspagina. In het zoekveld kun je nu zoekopdrachten intypen. De telefoon stelt niet alleen suggesties, maar ook recent bezochte sites voor. Met het pictogram tabbladen kun je meerdere pagina's naast elkaar openen. Handig! Wil je gegevens van een andere telefoon overzetten naar je Q10? Dat kan met een mediakaart of met BlackBerry Link. Dat was het. Tot de volgende keer!